Ik ken mevrouw Bouwmeester 14 jaar nu. Ze zijn eigenlijk bij ons in zorg gekomen toen ze nog zelfstandig woonden in hun eigen huis. Het ging toen om de ochtendzorg en de avondzorg. En geleidelijk aan is de zorg uitgebreid, omdat zij steeds meer hulp nodig had. Meneer is meegekomen op het partnerverblijf. Hij heeft eigenlijk qua ADL-zorg niks nodig. Nou ja, toen 's morgens werd ik wakker en toen keek ik haar aan. Toen ging de hele mond scheef. Een herseninfarct. En toen is ze ook helemaal weggezakt, dat ze eigenlijk helemaal niks meer kon. Ook niet meer praten. Ze keek alleen nog in het rond en verder wist ze niks meer. Na 3 maanden, toen ik s'avonds alleen er in huis zat in huilen, toen denk ik, ja, het wordt niet anders. Ja, ik had liever gehad dat zij niet kon lopen, maar wel kon praten. Overdag ging ze naar de CVA-groep. En na een periode was de kans voor meneer en mevrouw om intern bij ons te komen wonen. En dan komt een flatje leeg. Er zit niks voor jullie. En dat hebben we gedaan. En nou 2 jaar ingewoond. En toen kwam er een tweepersoonsappartementje in het grote huis leeg. En dan zijn we daarin gaan wonen. Oh, eens kijken, al die bloemen in de kerk. Aan de ene kant is het een dame die ontzettend lief is. Heel enthousiast is. Altijd ook open staat voor de ander. Maar mevrouw Bouwmeester kan ook iemand zijn die heel kan blijven hangen in het dwangmatige gedrag wat ze kan hebben. Ja, huilen ook en dan denk ik, ja, onze kleinkind krijsen. Oh, de. Mm-hmm. Ja. Als ik hem iets opzij schuif. Ja, de. De. Ze voelt zich ook vaak onbegrepen. Wat heb je met je nagels gedaan? Eens kijken. Oh, de. Oh, die zijn een beetje lang. Oh, de. Moet je knippen? Niet knippen. Lakken. Met een nagellak. Nee, ook niet. Oh, de. Met een vuiltje. Nee. Zie, maar daar kon ze zelf nog een eindje lopen. En daar redde ik me ook nog wel mee. Maar ja, sinds dat niet meer kan, is het helemaal. Meneer Bouwmeester zou ik omschrijven als een plichtsgetrouwe, aardige man. Die graag voor anderen veel doet en zijn woord ook nakomt. Maar hij is eigenlijk bij mij gekomen omdat hij daar misschien wat te ver in is gegaan. Ja. Ik weet niet hoe het gaat. Ik durf. De ene dag gaat beter dan de andere dag. Hmm. De ene dag heb je een hele zware dag dat je op een gegeven moment niet meer weet wat je doen moet. Hmm. Maar alles gaat zeer doen. Ja. Mantelzorg kan heel mooi zijn, maar mantelzorg kan ook heel, heel zwaar zijn. Wat het denk ik voor meneer Bouwmeester heel zwaar maakte is dat hij een andere rol heeft moeten vinden in zijn relatie. Ja, misschien ook niet meer de vrouw waarmee je ooit getrouwd bent geweest. Dus voor meneer is het ook een hele heftige stap om dit te zien en te ervaren. Iedere keer schuif je het vooruit. Ja, laat me zeggen, naar de wc gaan. Ja, als dat niet meer kan, dan kan ik het niet meer. Maar ja, dat was op een gegeven moment zover. En je liep haar. En dan, oh, dat gaat nog wel. En zo ging je steeds maar door. Dus het samen zijn is gebleven, maar hoe dat samen zijn wordt ingevuld, dat is heel onprettig geweest. Zoveel mantelzorg geeft hij, dat hij eigenlijk soms wel eens overbelast wordt. Echt te lang, te veel in een moeilijke mantelzorgrol. Maar ik vind het heel knap dat je vooruit bent gegaan, maar ik vind het misschien nogal knapper dat je ook nu hebt kunnen zeggen van, maar het moet nu anders, want het kosten van mijzelf. Anders ga ik er zelf om. Precies. Ja. Het is natuurlijk heel fijn dat mensen hier ook als echtpaar kunnen komen wonen. We hebben op 2 en 3 een aantal echtparen wonen. Het is gewoon mooi om te zien hoe mensen samenleven en hoe ze met elkaar omgaan als ze ouder worden. Maar je zit hier wel met mensen die misschien wat slechter te pas zijn dan hij is. Dus ik denk ook dat hij op zoek is naar contacten buiten de muren van ons mooie woonzorgcentrum. Daarnaast heeft hij heel veel inzichten in zichzelf gekregen. Van hoe sta ik er zelf in en kan ik dit allemaal nog wel? Goh, wat is de beste woonplek waar ik mijn vrouw kan laten wonen? Is dat toch hierboven bij mij op het appartement met de zorg van het extra murale? Of moet ik haar toch naar de eerste etage later verhuizen? Totdat een poosje terug zat, we hier s'avonds te praten met een van de verpleging. En ik zei, nou, laten we daar maar op houden dat na januari zij aanstalten maakt om dat ze op één komt te wonen. Hij wil dicht bij zijn vrouw zijn. En hij wil niet alle lasten bij haar dagelijkse verzorging ook hoeven te dragen.
Ik zei, ja, ik weet nou zeker. En toen eigenlijk had ik zoiets. Je hebt een beslissing genomen. Dat is goed. Ik heb gezegd, ik loop naast je zolang dit proces speelt. Dat hij weer wat lekkerder in zijn vel gaat zitten. En dat hij samen met zijn vrouw, gescheiden binnen deze setting, dan toch kunnen genieten van elkaar. Ik wens meneer Bouwmeester een rijk gevuld leven.